Een hele goede middag allemaal. Het is nou middag, hè? Ja, volgens mij wel. Ik ben een beetje boekie zoek. Ik zit nog onder de morfine. Maar de morfine slaat niet aan. Maar welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 20 oktober. Een paar minuten over 12 uit mijn hoofd. Dus nou, nee. 5 voor 12. Ja, mag ook. Excusez-moi, maar dat maakt niet uit. Ik zit nu lekker, even lekker buiten met mijn mannetje erbij. Hij gaat straks weer postlopen, dan kan ik weer lekker liggen, een beetje slapen, hem bellen, lastig vallen, ook gezellig. Maar ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, het begint goed. Goedemiddag. Ja. Het is nu net 12 uur 34. Ja. Ik lig dus weer lekker op bed. Ik mag nog niet naar huis, nee. En ik heb ook nog steeds bezoek. Hi. Hi. Alleen ik film een beetje in het licht. Dat is niet fijn. Daarom dat ik zeg van, pleur hem anders hier op je stoel neer. Dan kan je tenminste dingen doen. Anders kan ik ook dit doen, hoor. Oh, goed. Kijk, en ik kan ook dit doen. Zou je zo meteen voordat je weer gaat eventjes één kant een beetje open willen doen? Dat is de kant waar jij naartoe rijdt. Kijk. Beetje weer dicht. Hoe gaat het met jou? Nee, ik zie jou nou niet met dat ding open. Nee, dat zeg ik. Ik zie jou nou niet met dat ding open. Doe dan. Of kom hier erbij zitten, mag ook. Gezellig. Maar hoe gaat hij nou met jou? Je hebt één nacht alleen geslapen thuis. Ja, het is wel raar, onrustig. Ja. Vertel. Een beetje saai thuis eigenlijk. Ik probeer die vlog te doen, maar daar komt niet heel veel van terecht. Nee. Want? Het zijn twee vlogs in één eigenlijk. Dus moet ik mij een beetje splitsen. Twee vlogs in één, hoe bedoel je? Dat is toch de normale vlog en de bijkantconnectie, de dagboekvlog. Ja, en die moet je dan weer kopiëren naar de... Oké, dat heb je gedaan. Ja, dus vanaf het is allemaal erin. Vanaf dit is van dat, moet ik dat even daar neerzetten. En nog heel erg inkorten. Ja, sorry, maar ik moet zo liggen, dat weet ja, je. Dat weet, ja. In de tuinstoelhouding. Strandstoel. Strandstoelhouding, ja. Tuinstoel, strandstoel. Ja. Dus ik stoel een knik erin. Yep. Maar ja, dat was een beetje ja, saai. En eigenlijk. Toch had ik je aan de telefoon. Ja, dat wel. Maar dat is toch anders. Van, ja, maar oké. Okay, maar het is soms even je. Even, misschien de muziek op de, heel, op de achtergrond en via de tv, maar het dat wilde geluid. Dat wil niet op een andere manier. Nee, maar misschien ja. Het kan ook zijn dat en dat de opa ermee aan het kloot is. Ik heb even alles uitgezet en weer aangezet. Ja, dat weet ik. Dus dat hij op dvd-speler in plaats van AUX. Ja. Toch wil hij geen geluid geven, tv ook niet. Nee. Dus. Hij doet dat wel en dat weet je, maar... Ja, iets zit er niet helemaal correct. Maar goed, er komen wel uit. Ja, jawel. Ik had niet heel veel zin om tv te kijken. Nee, dat begrijp ik. Mijn GTS even gezien. Ja, ik ben kreupel. Die kreupel? Ja. Helemaal niet. Altijd. En vanochtend... Liep je nog met liep ik met jou in de rolstoel? Ja. En nu loop je zelf met zo'n akelig ding. Ja, maar het is wel beter. Ja, dat weet ik. Ik loop ook het liefst er niet mee, maar... Het geeft wel steun. Nu loop je zelfstandig. Heel eng. Doe. En als je moe bent, kan je gewoon even zitten in plaats van verplicht in zo'n akelige rolstoel te zitten. Ja. En je loopt nu met buisjes uit je nek. Ja. Weet je dat? Ja, buisjes. Ja, terwijl. Dus ja.
Ja, toen lag ik dus nog steeds in het ziekenhuis. Het is nou zaterdagavond van hoeveel? Even kijken, 20 oktober zaterdag. Ja. Hij is er ook nog steeds. Hij vlogt niet zo heel veel, want hij schrijft alles wel op. Ja, daarover gesproken. Alles wat we ook dus nu opschrijven, gaan we dus ook in een vlog verwerken. Dus hoe het per dag is gegaan, dat gaan we dan even lekker voorlezen. Ja, dat is goed. Dat is een goed plan, zegt hij. Die wist je niet, hè, dat ik dat al in mijn hoofd had, hè? Ik had het wel zo vermoeden, ja. Want? Dan zou ik niet zo alles uitgebreid opschrijven. Nee. Precies. En dan ook mijn metingen van mijn bloeddruk, et cetera. Of ik wel of niet koorts had en hoe het is gegaan. En of ik naar buiten ben geweest. Nou, ik ben dus net naar buiten geweest. Wat jullie wel kunnen zien met dat ding, daar ook. Dit ding hier, ja. Dat loopt er wat makkelijker. Dus ja, dus even nu ziekenhuis in, ziekenhuis uit, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ja. Ik heb hier al aardig wat vriendinnen gemaakt. Vriendjes gemaakt. Vanochtend ging het niet helemaal denderend. Nee, ik ging maar wassen in de badkamer. Ik werd behoorlijk duizelig en misselijk tegelijk. En ik ben gelijk naar bed gegaan hier ook dan. En niet mijn eigen bed, maar het ziekenhuisbed. Gelijk op het alarmknop gedrukt. En toen was er ook gelijk de verpleging en et cetera. Die heeft continu eventjes om de 10 minuten alles even gecontroleerd. Bloeddruk, et cetera, saturatie, bla bla bla. Heeft er ook allemaal lekker op geschreven. Dat heb ik aan hem doorgegeven. Ik heb bezoek gehad van mijn schoonouders. Dank jullie wel. Ik heb gisteren bezoek gehad, wat jullie wel hebben kunnen zien. En van mijn moeder. En van de aangenomen dochter. Ja, was erg gezellig. Maar, mam, als je dit ziet, niet zo kwek kunnen. Het was kwek, 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 kwek. Eend, ja. .nl. Nee, niet zo kwekken. Rustig. Dat was voor mij toch een beetje te druk. Mam. Ja. Oké. Okay. Genoeg gezeurd daar weer over. Het gaat over mij. Het gaat over ik. Momenteel. Ja. En het gaat over hem. Daarover. Grappenmaker. Nee. Ik krijg aardig weer praatjes terug. Net even inderdaad wat ik al eerder zei. Vlekken naar buiten geweest. Hoe lang hebben we ongeveer buiten gezeten? 10 minuten? Ja, toen had mijn lichaam weer zoiets van rust. Dus nou lig ik weer binnen. Ja. Met je eigen kussen. Met mijn eigen kussen. Erg lekker. Maar ik mis toch wel mijn hondjes. Dus ik heb hem al gevraagd van zet even thuis even de camera aan. Dan kan ik de hondjes even pesten. Dat is leuk. Straks. En dan kan hij me ook horen. Dat is ook grappig. Wil je er toch nog een beetje bij? Dan met de vlog verder gaan. Ja, precies. Leuk. Dan kan ik eventjes in de hondjes op een kop geven. Lady. Mm-hmm. Moet je kijken wat ze gaan doen. Zoeken. Gaan ze echt zoeken. Dat is leuk. Nou ja, leuk, leuk. Voor ons, maar voor hun niet. Ja, die wil ik ook zo meteen even om hebben, ja. Even? Nee. Die wil ik weer om hebben. Ja, maar. Ik loop de hele tijd mee. Niet dan. Is leuk. Nee. Waarom niet? Ik heb jouw ketting. Ja, dus? Het verduurt in de weg. Dat is leuk. Nee. Wel? Nee, ik zit in de weg. Ik heb een ketting om te zitten de hele tijd. Ja, dat is leuk. Nee. Jawel. Ik vind van. Nee. Nou, dan maar lekker niet. Ik vind van wel. Ja. Maar gewoon opschrijven. Ja, is goed. Prima. Nee, maar Rodi houdt een hele goede dagboek bij. Over hoe hij zich ook voelt. Dat moet van mij. Moet. Ja, dat moet van mij. En ik hou dan een deel een dagboek bij als ik niet al te moe ben. Want als ik al te moe ben, dan doe ik het niet. Maar ja, die morfine moet er een beetje uit. En als de morfine eruit is, dan ben ik aardig wat bij de pink, hè.
Bij de pink. Pink, pink. Ja. Dus ik sluit het weer eventjes en dan zien jullie straks weer thuis. Roo.